Dankeschön, Radio Jansen. Und da ist der Start frei. Und da geht der Erste direkt von der Bahn. Die Startnummer 94. Ja, und da wird so manch einer noch nachziehen, denke ich mal. Jo! Ja, hier die Startnummer 228. Und jetzt geht's in die Ballerkurve. Wer kommt da durch? Da kommen sie alle durch. Also, die rausgeschleudert wurden, sind wieder im Rennen. Und jetzt passen wir auf. Wer fährt geradeaus? Wer geht Fußball spielen? Vorsichtig, Jungs. Ganz langsam wie bei den Igeln. So ganz langsam. Vorsichtig um die Kurven herum und da kommen sie. Und sie geben zu früh Gas und dadurch stehen die Fahrzeuge dann quer. Aber jetzt scheint doch alles gut zu gehen. Gehen auch in die Barlow-Kurve. Und da geht auch alles gut. Da warten wir mal auf den Spitzenreiter bis die Nummer 9. Probleme hat hier die Startnummer 94. Ganz große Probleme. Der kann seinen Wagen kaum halten, der junge Mann hier. Aber die 9 und Sabine ist auch noch dabei. 89, 70, 74, 31, 10. Ja, und der Weltmeister, Ron Kroner, der geht auch jetzt. Aber da in der Kurve, da hat er auch Probleme, wie so manch andere auch. Keine Probleme scheint die Nummer 9 zu haben. 9, 89, 70, 74, 31, 10. Dann 217, der Weltmeister. So ist die Reihenfolge, Klaus. Ja, we zien dat inderdaad onze vriend De Bruyne onder start nummer 9. Corny De Bruyne uit Nieuwekerk aan de IJssel. Aan de leiding gaat en die heeft nog een leuke voorsprong. En de tweede plaats is voor startnummer 89 onder vriend Niesink uit Boskoop. Ja jongens, kopje erbij houden op de derde plaats en die heeft het niet gemakkelijk op dit moment. Is het Jack Frenken uit Halen, want die heeft daar Sabine Rode achter zich zitten. Daarachter is het, heel kort achter is het Piet Keizer. Ron Kroner, ik hoop dat hij in die finale dat hij minder problemen heeft. En daar gaat Sabine Rode. Ja, die werd even, die kwam even vast te zitten. Aan de wagen van Jack Frenken, aan de stokkar. En dat betekent dat het ja, voor Sabine bij de eerste vijf niet meer zal komen. Ja, we zien dat inderdaad Conny De Bruin nog steeds aan de leiding gaat. Die zingen het Boskoop op de tweede plaats. Maar ik denk toch dat de heren nu dichterbij gaan komen. Het is inderdaad 74. Jack Frenken uit Halen die nog steeds op de derde plaats. Maar die heeft Piet Keizer op zijn huid zitten. En daar zien we daar 217. De man die vorige maand wereldkampioen geworden is. Die nou snel naar voren komt om te proberen. Ja, ik denk toch dat hij problemen heeft hoor. Want daar zien we Henk-Jan Ronitz komen. Henk-Jan Ronitz onder start nummer 240 komt naar voren. Ik heb gezien dat hij in de eerste ronde helemaal achteraan reed. Maar nu dus komt hij snel naar voren om toch te proberen nog bij de eerste vijf binnen te komen. Horst. Ja, dat is schon een ganz interessantes Rennen. Wenn wir mal die Startnummer 74 und die 10 beobachten, da geht es hart zur Sache zwischen diesen beiden. Aber die Startnummer 74 kommt an die 10 nicht ran. Und so erledigt sich das, denke ich mal, von ganz alleine. Spitzenreiter ist die 9. Dann die 89, wenn ich das richtig sehe. 89, 10, 74. Dann der Weltmeister, 217. So ist die Reihenfolge. Ja, aber hier ist die Musik, Klaus. Hier kommt der Spitzenreiter. 9, 98, 10, 74, 217. Und die 240 war es. So laufen sie hier vorbei. Ja, die haben noch Zeit, da hinten etwas zu tun. Sabine Rode kann natürlich nicht mehr eingreifen im Geschehen, denn sie liegt jetzt weit, weit, weit zurück. Da kann sie nichts mehr machen. Selbst wenn da 20 Runden noch gefahren werden. Piet Keizer jetzt auf Platz 2, an der Spitze die 9, dann die 10, dahinter die 89, dann der Weltmeister, nein, da ist noch die 74, aber jetzt greift der Weltmeister die 74 an. Er ist ganz dicht dahinter, mal sehen, ob er da vorbeikommt. Ja, da bleibt er hängen, ja, und jetzt ist er da raus aus dem Clinch, aber fällt natürlich zurück, Klaus. Ja, Probleme für Corny De Bruyne, want die heeft Piet Keizer auf zijn bumper zitten, hoi, hoi, hoi. En daar is Jack Frenken, die is daarmee een plaats kwijt bij de eerste vijf. Jack die het de hele middag goed gedaan heeft en nu even in de problemen kwam. En Jan Ronitz daarachter en dan gaan we even kijken, want Piet Keizer gaat aan de leiding. Die is inmiddels onze vriend De Bruyne voorbij, maar De Bruyne die geeft even een duwtje weg aan Piet Keizer. En dat betekent dat Piet alle zeilen bij moet zetten, vol in de vangrails gaat om de eerste plaats te behouden, wel het lukt. Piet Keizer is natuurlijk een enorme coureur. Die ziet niet op tegen een duwtje en tegen een stukje vangrails. Voorlopig gaat hij aan de leiding, maar grandioos is het voor Corny De Bruyne. Kijk eens even daar. Ja, en daar zien we Stokkar vooral deze middels eruit. Ja, het vuur is gedoofd, niks aan de hand. We gaan gewoon door. En dat betekent dat we nog vier ronden te gaan hebben met Piet Keizer aan de leiding. En op de tweede plaats is het nog Corny De Bruyne, dat moeten we even afwachten. Ja, het is inderdaad nog Corny De Bruyne op de derde. Dat was Henk-Jan Ronitz die te ver naar buiten gaat. 217, Ron Kroner gaat daar
binnendoor en komt op de derde plaats. Vierde plaats, Henk-Jan Ronis. Vijfde plaats is voor Smokey Chris Bimmel. Die is ook Diesing uit Boskoop voorbij gegaan. Smokey Chris Bimmel bij de eerste vijf. Achterblijvers moeten gepasseerd worden. We gaan naar Horst. Ja, und an der Spitze ist nun mal die Startnummer 10. Und jetzt der Weltmeister versucht auf Platz 2 zu kommen. Die 9 greift ihn nochmal an. Nein, der Weltmeister ist auf Platz 2. Rom Krona dahinter, die 240. Ja, jetzt wird es eng da oben. Da verliert die 9 wieder eine Position. Oh ja, ja, da gehen einige von der Bahn droben. Die letzte Runde, meine Damen und Herren, läuft. An der Spitze ist die 10. Auf Platz 2, immer noch, Startnummer 217, Ron Kroner, der heute neue Weltmeister für 59. Dann die Startnummer 240 auf dem dritten Platz. Und da kommt der Gewinner, die 10, 217, 240. Dann die 77, 77 kam noch auf den vierten Platz. Ja, ja, Chris Bimmel hat es schwer gehabt, der war ja ziemlich dick eingeklemmt, aber was heißt das? Er hat sich dort rausgeboxt. Achtung, Fahrerlager, Stocker Formel 2, bitte sofort auf die Bahn. Stocker Formel 2, bitte vorziehen, sofort auf die Bahn. Stocker Formel 2 zum Finale. Und wir warten natürlich auf den Gewinner, auf Bitkaiser mit der Startnummer 10. Und großes Pech hatte die Gewinnerin aus dem zweiten Vorlauf, Sabine Rode, dass sie sich oben in der Barlow-Kurve gedreht hat und damit keine Punkte mit nach Hause nimmt, nicht unter den ersten fünf dabei ist. 1-2, 1-2. Komm ab, Klaus. Ja, dankjewel, Horst. Maar we maken even ruimte voor Lau Wobbes. Lau Wobbes die hier nog even stilstaat. En het wachten is natuurlijk op de grandioze winnaar van de finale. En dat is Piet Keizer uit Helmond. En we zien dat de stokkers worden bemand door de monteurs die teruggaan naar het rennersvuur. Dag Lau. En Piet Keizer. Onder startnummer 1, daar zitten we even op te wachten. Die hier, kijk maar even. Want Corrie de Bruin heeft het ook goed gedaan. Ja, heel erg goed jongens. Jullie kunnen ook vanavond van ons een beker in ontvangst nemen. Vijfde, Chris. Ja, ik vertelde Chris Bimmel even dat hij vijfde is geworden. Grandioos gereden, Piet Keizer uit Helmond. Applaus voor Piet uit Helmond. Die het grandioos heeft gedaan. Toch helemaal van achter is moeten komen door het veld heen met die gladde baan. En hier grandioos de finale heeft gewonnen. Piet Keizer breed lachend. Piet, je kreeg nog even een duwtje van Henk Jan. Hij is geleerd. Hij heeft het geleerd, jij in de vangrails. Je wist je te herstellen, niets aan de hand. Gewoon de eerste plaats vasthouden. Ja, proberen we ook. En dan moet je ook eens zeggen dat je oud wordt. Dat hoor ik ook. Ja, dat hoop ik voor je, maar dat ben je nog lang niet. Ja, maar als je 40 bent, dan vallen niet meer mee. Piet, je hebt een grandioze finale gereden. Applaus voor Piet Keizer, dames en heren. Ja, ja, ook daar natuurlijk. Dat hoort er ook allemaal bij. Applaus voor Piet Keizer uit Helmond. En Piet, je sponsors. Ja. Dat is landbouwmachine firma De Laat en Tergsel, waar wij altijd terecht kennen. En dan, ja, de monteurs die er vol voor werk aan doen. Want gisteravond waren we toch ook om 11:30 klaar, of om 10:30 klaar. En zijn we vanmorgen om 7:00 weer begonnen. Het is echt vol voor werk. Ja, de monteurs, en dat is altijd leuk van Piet Keizer, die noemt hij altijd even. En wij willen natuurlijk over het bedrijf van Piet Keizer in Helmond aan het water. Voor gebruikte automobielen en onderdelen. Piet Keizer, we zien je vanavond bij de prijsuitreiking voor de grootste beker op de stadkar voor de ereronde. Uw applaus, dames en heren, voor de winnaar van de Stokka Formule 1. Piet Keizer uit Helmond en natuurlijk een stukje muziek.